Johan Hassing, u bent voorzitter van de werkgroep Oud Papier. Er is besloten tot iets en dat is best wel een ingrijpend besluit. Kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, het is inderdaad een ingrijpend besluit en we worden er ook echt niet vrolijk van. Het doet ons ook pijn, maar we hebben heel goed begrepen van het Prochi-bestuur dat wij niet meer de zeggenschap hebben over de besteding van de opbrengst van de open papiergelden, dat het Prochi-bestuur die zeggenschap naar zich toe heeft getrokken en naar een uitgebreide jaarvergadering hebben we besloten dat we daarom gaan stoppen. Natuurlijk hebben we nog het Prochi-bestuur de gelegenheid gegeven om op de beslissing terug te komen, maar dat is tot op heden niet gebeurd en dat is de reden dat wij het dus gaan stoppen. Dat is de kern van ons probleem. Ja, en wat betekent dat voor de kerk, maar ook voor heel veel mensen hier in Almelo? Ik denk dat het een behoorlijke impact heeft, want er komen hier honderden mensen op vrijdag en op zaterdag Oud Papier brengen. Op vrijdag hebben we heel veel ophaaladressen, scholen, appartementen, zorginstellingen, waar we al jaren Oud Papier ophalen. In die ophaaladressen zijn ook heel veel mensen die ons intern in die locaties heel goed helpen. En dat heeft dus toch een behoorlijke impact. Ja, best wel jammer, want de opbrengsten waren best goed te noemen de laatste jaren, of tenminste überhaupt. Ja, we hebben inderdaad hele goede jaren gehad. Het hangt weer af van de kiloprijs oud papier. Dat is een beetje aan de wereldprijs gekoppeld. Maar we hebben inderdaad hele goede jaren gehad. En dit heeft ook financieel behoorlijke gevolgen. Ja, ja en wanneer gaan jullie definitief stoppen? De bedoeling is dat we stoppen bij de laatste zaterdag in de maand december van dit jaar. We gaan natuurlijk nog overleg met de gemeente en met de mensen die onze afnemen van het oud papier. We zullen alle mensen die het papier brengen goed informeren en vroegtijdig informeren. We leggen contact met onze afnemers in de verschillende locaties, mensen die ons helpen. Maar we moeten het op een gegeven moment, we hebben nu nog een aantal weken om het allemaal goed te regelen. Dat is echt wel nodig, want het is een grote organisatie en er gebeurt heel veel werk. Op jaarbasis, de vrijwilligers, de 1500 mensuren per jaar. Dat moet allemaal heel goed geregeld worden. Ja, jammer. En succes met de afhandeling. Ja, wij vinden het ook heel erg jammer. We zullen proberen zo correct mogelijk af te handelen. Dank u wel. Vervroegde jaarvergadering werkgroep Oud Papier. Op 18 oktober is tijdens de vervroegd uitgeschreven jaarvergadering van de werkgroep Oud Papier de situatie aan de vrijwilligers toegelicht. In de schriftelijke stemming is vervolgens vrijwel unaniem besloten om te stoppen met de inzameling van oud papier met ingang van 1 januari 2020. Dit besluit is op maandag 21 oktober aan het Prochi-bestuur medegedeeld. Met daarbij de notitie dat het Prochi-bestuur tot 24 oktober de mogelijkheid kreeg om alsnog de schriftelijke verklaring omtrent de bevoegdheid over de besteding van de papiergelden af te geven. Donderdag 24 oktober. Op donderdagmorgen is er door de locatieraad gemaild dat de afspraak door diende te gaan. De secretaris van het Prochi-bestuur, mevrouw Linsen, heeft om 10:15 telefonisch contact gehad met een van de bestuursleden van de papierploeg. Deze heeft duidelijk te kennen gegeven dat het bestuur twee keuzes had. Of op de bijeenkomst aanwezig zijn, of de schriftelijke verklaring afgeven. Beide is niet gebeurd.